Koor Memoren. En we zijn speciaal voor mensen die een ziektebeeld hebben als niet aangeboren hersenletsel, Parkinson en dementie. Er zijn meer koren voor mensen met dementie, maar het unieke is het ontstaan van dit koor. Het is een initiatief van de gemeente Elburg, samen met Stichting Wiel. En daar hebben ze ons koor, Koor Koraal, bijgezocht. Het dorp trouwens. Thuis heb ik nog een oud sigaar, waarop een kerk een karnet laat. Een zwaarderij in van de ver. Wat ik echt heel erg leuk vind, is vooral hoe leuk wij het zelf als deelnemers van het Koor Koraal vinden om dit te ondersteunen. Ja, en de blije mensen die je binnen ziet lopen, ze hebben echt zin om weer te gaan zingen zo'n avondje. En wij zeggen wel eens, goh, de een maakt een keer een beetje een ondeugende opmerking tegen de dirigent. Of zegt, nou, dit vind ik geen leuk lied. Of leeft juist helemaal op van een lied waar ze wel zich op verheugen. Dus ja, het is gewoon de interactie met elkaar wat gewoon hartstikke leuk is. Toen in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een hert. Ja, welke liedjes zingen jullie hier eigenlijk? Ik heb de lijstjes nagezocht. Ik kwam tot 14. We zingen bijvoorbeeld Yesterday, dat is een Engels liedje. Maar de Zuiderzeeballade, de Klok van Arnhem-Muiden. We willen eigenlijk geen hele droeve liedjes zingen. We willen lol en plezier hebben met elkaar. En dat doen we met vrolijke muziek. Ja, je hoort wel eens, hè, dat mensen met dementie wel dingen vergeten, maar wel liedjes onthouden. Zie je dat ook echt hier terug? Ja, ik heb het idee dat in elk geval de sfeer verandert zodra ze gaan zingen. Dan ontspant het allemaal lekker. En ik kan niet helemaal altijd zien of mensen het lied nou echt helemaal herkennen van vroeger of iets dergelijks. Maar er zijn zeker nummers die ze heel graag meezingen. Want ik moest net ook nog even denken aan, inderdaad, jij zei al de Zuiderzeeballade. Maar Brandend Zand is ook wel een heel favoriet lied. Daar worden ze ook allemaal wel heel blij en vrolijk van als dat gezongen wordt. Het is gewoon ontroerend om te zien hoe mensen gewoon de emotie voelen en meezingen. Ook al praten ze niet zoveel meer, kunnen ze niet meer weer veel vertellen. Maar dat zingen, dat blijft nou bijna tot op het laatst van hun ziekte. Ja, wat heeft nou dat eerste jaar van het koor eigenlijk opgeleverd? Hebben jullie ook successen of dingen waar jullie dankbaar op terugkijken? We hebben een aantal optredens gehad, buiten de deur. En ook hier in het huis zelf, dat was een voorjaarsconcert, iedereen een mooie bloem op. En hebben we de bewoners hier van het huis en hun familie toegezongen. Dus we hebben echt al een paar echte optredens gehad. Dat was hartstikke leuk. En dat was spannend met elkaar. Ja. En niet iedereen vindt dat even leuk, die spanning. Dus niet iedereen kwam, maar zo geleidelijk aan kunnen we dat doen. En het klinkt goed. Kijk, Oranje met de rietje. Op een Amsterdamse ras. Zij was Hollands als het was. Als een molen aan het was. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Uit moest leggen. Is wat het Pino wel weet. Dat ze mij meteen iets deed. Meteen iets deed. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn.
Dit is wel het tweede jaar van de pilot. En we hebben echt wel behoefte aan meer leden. Dat zou echt wel gewoon heel fijn zijn als meer mensen ons weten te vinden nog. En meekomen doen. En niet alleen uit Elburg, maar dus ook uit omliggende dorpen. Ja, absoluut. Want jij zei net, volgens mij voor het voorgesprekje Nunspeet, Oldebroek wordt het uitgezonden. Iedereen die hier naar Elburg vervoer kan regelen, die is van harte welkom. De mooiste van de mooiste is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sophietje is een lentesymfonie. In haar stem hoor ik een liedje. Ja, want jullie zeiden net, de mensen komen met een lach binnen. En hoe gaan de mensen naar buiten? Nou, de lach is groter. Eigenlijk nog grotere lach dan dat ze binnenkwamen, ja. En eigenlijk de vraag, het is een uur, kunnen we niet langer? Of kunnen we niet vaker? Of het is echt een moment waarop ze naar uitkijken.